Ik vind absoluut dat wij een van de betere koren in de wereld zijn. Ja. Ja. Als ik wel eens op televisie collega's uit andere landen zie... dan denk ik bij mezelf altijd... nou, het valt me mee wat wij in huis hebben. Wij zijn eigenlijk best goed. Het is leuk om in het grote omroepkoor te zingen vanwege de enorme diversiteit aan repertoire. Wat je te zingen krijgt, dat gaat van hoogromantisch tot oude muziek. Opera, oratorium. Ja, en dat maakt het altijd interessant. En de grote diversiteit ook aan dirigenten die je voor je neus krijgt. Ah, de sfeer in het koor is... over het algemeen heel ontspannen en gezellig. En het is natuurlijk fantastisch om muziek te maken. En helemaal als het met een grote groep is. Dus ja, als je 80 man met energie aan het werk ziet... en elkaar helpt en steunt en elkaar ook nodig hebt... dan is dat fantastisch om te zien. En het is een serieuze, ontspannen werkhouding. Ik vind het heel prettig. Die tweede symfonie speelt trouwens in mijn tijd hier in het koor een grote rol. Want ik heb die al met zoveel verschillende dirigenten gedaan. Met Chailly, met Haitink, met Gergiev. Met... Hij staat weer op het programma met onze chef-dirigent van het... Maris Jansson, de chef-dirigent van het Concertgebouworkest. En dat is altijd een feest. I must say the Grootomroep Choir has always been one of my favorite choirs, and that I am now the chief conductor of the Grootomroep Choir, it's something that makes me very, very happy. And I mean, there are no two questions about that the choir belongs to the elite of choral singing in the world. And then when you hit the E natural, you have to listen to each other there, okay? So really listen to the unison. Last time, please, on course that night. The third, sorry. One and two. Celso Antunes, die is een hele energieke man. En met toch ja, het Braziliaanse temperament met de Duitse degelijkheid, noem ik dat maar. Dat komt heel erg goed over. Dat is precies wat we op dit moment nodig hebben. Came on the fourth beat. Two and three. Je bent altijd bezig met zingen. Je hebt altijd, zoals mijn oudste dochter als kind wel eens ooit zei... je hebt altijd een liedje in je hoofd. Je bent altijd bezig met zingen. Hè? En ik geloof dat het onze grote dichter Heinrich Heine was... die op een gegeven moment zegt... böse mensen hebben keine lieder. Nou, en wij zitten dus altijd vol met liederen... Ja, het is iemand die de muziek ontzettend vanuit de tekst benadert. En dan zou je zeggen dat hij als zanger ook bijzonder aanspreekt. Maar toch merk je in de eerste ontmoeting met hem... in de eerste repetitie met hem... dat hij daar voor je gevoel eerst heel overdreven op ingaat. Nee, ik wil het zo. En je zit daar en je denkt, ja, zo doen we het toch. Nee, maar ik wil het echt nog meer zo. En... het is ook goed voor ons om op zo'n moment ook een beetje die repetitiediscipline los te laten. En dat gedoe met die noten. En doe precies nootje zus, nootje zo. De muziek krijgt veel meer een verhaal daardoor. En ik denk dat je uiteindelijk daardoor ook wel iets heel moois neerzet met elkaar. Ja.
Waarom was Lohengrin zo'n geweldige productie? Op de eerste plaats door Jaap als dirigent. Ik geloof dat hij daar... ik vond het al een geweldige dirigent, maar daar kwam... Ik vond het geweldig wat hij daar deed. De geweldige solisten die we hadden. En het koor was een topvorm. En het radiofiel was een topvorm. En alles viel op zijn plek op dat moment. En dan stijgt alles, komt een niveau hoger. Althans, dat gevoel krijg je. En dan denk je, wauw. En ja... De sfeer is leuk, is goed. Het is, als je met 74 zangers... Ja, dat is een hele sociale club. Dat is het grote verschil met een solistische loopbaan... of een loopbaan, een carrière in een koor. Dat je in een koor... Dat vergt ook opoffering, omdat je je moet voegen in het grote geheel. Qua klank, het voegend willen, vooral willen en kunnen zingen... Maar daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon een hele gezellige club... waar je in de pauze, daar drink je een kop koffie mee... en je praat over thuis, over het werk. Dat is heel gezellig. Ja, dat was wel heel bijzonder en heel spannend. Het bijzondere is natuurlijk dat de componist van het stuk... het dirigeert. Dus dat geeft weer een extra dimensie. En het bleef spannend tot het eind toe, omdat het ritmisch heel ingewikkeld was. Dus je kon het beeld van de muziek niet loslaten. Dus het is dan een uitdaging om dat tot een goed einde te brengen. En als dat lukt, en het lukte, dan geeft dat een geweldig gevoel. You have to know how to talk to singers and how to treat singers. Singers are extremely vulnerable, of course, because they don't have the wall of the instrument between them and the music. They are the music. They do. They produce it. And that's why I have a great admiration for what they do. Wie wil nou niet iedere ochtend opstaan en naar een ruimte gaan... waarin je urenlang muziek maakt met elkaar... en dan weer naar huis gaan en dan ook nog muziek maken of niet... en iedere twee weken in een concertzaal staan... en met een fantastisch orkest en de meest heerlijke dirigenten... mooie muziek te brengen die... ik heb gehoord onlangs, zoals de vrijdagavond van Vredenburg... wel 60.000 mensen per radio te bereiken. Daardoor, dat is geweldig.